van harte gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. Wat kan ik zeggen, een man die met zoveel passie altijd op de velden, langs de velden is. Ja, dat kan ook maar één grandioos feest worden. En daarbij wens ik je nog heel veel plezier de komende jaren en dat het nog vele jaren mogen volgen. Ja, heel leuk uit. Ja, dit zit er. Alsof je me echt moeiteloos zo onder je arm neemt. Ja. Nou, het leuke is dat hij echt op haar groot is, hè? Ja. Klopt wel. Ja, ja, we zullen het maar verklappen. We hebben je 2 centimeter langer gemaakt, hè? Oh, echt? Ja. Om je nog even wat extra cachet te geven. Kostuums gekoopt, dan is het hier. Hebben wij uit betrouwbare bron. Ja. Ja. Ik zou wat smallere broekje aandoen, bijvoorbeeld. Ja. Wat smaller, want dan krijgt hij wat langere benen. Krijgt hij dan. Oh ja. Weet je, en dan mag een beetje skinny jeans of iets. Niet heel skinny jeans, zeg maar. Ja. Niet al te wijd. Want kijk, en vooral dit, bijvoorbeeld. Dit zou eigenlijk halveren. Want ja. Het is een hele korte beentjes hier. Ja. Nu. Ja. Ja, dat is wel waar, ja. Het is een hele korte been. Dus eigenlijk zou je gewoon een shortje moeten pakken tot hier, bijvoorbeeld. Ik had ook nog wat langere benen. Dus ja, hier, dit is natuurlijk al helemaal niks, zulke sokjes. Nee. Heel eng is dat. Maar moet het dan hoge sokjes zijn? Nee, dat mag geen sokken. Want dat helemaal geen sokken. Het zou hoge sokjes zijn, dat ik weet niet. Ik vind het helemaal niks. Vind je het zo seksloos? Seksloos. Ja. Ik snap het. Ja. Begrijp je? Ja, het is net. Nee, ik zie het nu ook. De zonnebril moet af. Ja. Misschien een lekker korte kop of zo erbij, weet je, een beetje wat korter allemaal. Oh, ja. Okay. Ja. En hij is misschien net iets te jeugdig gekleed. Oké. Nog best wel iets meer. Want hoe oud zou hij ongeveer zijn, denk je? Ik weet het. Heel voorzichtig zijn. Ja. Hij is van 47, 48. Nou, ik vind dat je daar heel dichtbij bent. Ja. Weet je, als je op een gegeven moment wat krachtig overkomen hebt, dan moet je autoriteit uitstaan. Ja. Dus dan komt helemaal mooi met een bergje. Ja. En dan kan het zomaar de burgemeester van niet worden. Nou er moet nog wel wat gebeuren. Er moet wat gebeuren, dat jullie kijken. Ja. Ja. Door kleding red je het niet alleen natuurlijk. Ja. Maar de kracht moet je uitstaan. Ja, oké. Okay. Ja. En dat moet dus met. Kan je met kleding doen? Ja. Kijk naar mensen die worden gepoetste schoenen. Mooie schoenen eronder. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Ah, ja. Kent u die meneer die daar staat? Nee. Nee? Echt niet? Nee. Een hele bekende Nederlander. U ook niet? Nee. Nee? Nee, ik heb nooit gezien. Nou, niks moet natuurlijk, maar het is wel een bekende Nederlander, hoor. Ja, maar we komen uit Drenthe. Nee. Maar denkt u, waar zou die bekend mee zijn geworden, denk u? Van een film of politiek of... Van sport. Van sport zou kunnen. Ja, van sport, denk ik. Of doet hij aan iemand denken? Dat kan ook. Deze, van, ik ken hem niet, maar hij lijkt wel een beetje op... Hij moet je denken aan een hockeyer. Een hockeyer? Ja, ja, ja. Weet je, probeert met zijn... Kale bovenlanden niet? Of Floris Jan, Floppy. Bovenlanden. Bovenlanden, ja. Ja, hè? Dat lijkt ook een beetje een dominee. Een dominee, ja. Omdat hij bij zo'n kerk staat. Met zo'n vingertje. Ja, ja, ja. Op deze belangrijke dag, voor de mooiste kerk van Utrecht, volgt hier een ode aan Huub Jansen. Heel mooi. Ja, geweldig. Dankjewel. Prachtig. Je ziet er echt prachtig uit. In ieder geval dadelijk weer jouw stemmen naar huis. Zo. Fijn. Jij is nog gedetineerd. Dit is de nieuwe Henk Westbroek. Waar zou die van bekend kunnen zijn? Televisie. Ja, dat zou wel kunnen. Ja. Ja. Politiek zou ook kunnen. Voor welke partij, denk je? Voor de SP, denk ik. Voor de SP, dankjewel. Okay. Televisie. Ja, wat zou de televisie doen? Okay. En de politiek. Politiek, dan wel. Meneer Petten. Utrecht, dat is die ook. Hij komt uit Utrecht. Oh, nou. Okay. Sportief. Sportief. Zwemmer. Oké, okay. Dat kan wel. Mag geen
Nee? Hij is geen voetballer? Wel niet, denk je. Afkoos. Nee? Nee. Of ik daar ken? Of u hem ja? kent? Of dit? Ja. Oh, van The Sixth Sense. Van The Sixth Sense? Ja. Die acteur van The Sixth Sense. Kevin Costner. Kevin Costner. Ja. Kevin Costner. We vragen toch even aan de echte kenner. Sixth Sense is natuurlijk niet met Kevin Costner. Nee. Ik denk dat ze Bruce Willis bedoelt. Bruce Willis. Ja, ja inderdaad. Ik vind zelf is dat een goede gok, Bruce, of ja. Hebben ze dan gelijk of zie jij iets anders? Ik dacht meer aan een beetje aan die Smith van The Matrix. Met zo'n zonnebril, kent u die? Weet je uit de film die Agent? Dat vind ik wel een beetje een soort kruising tussen Smith en The Matrix. Nou Huub, net binnen bij Odina. We gaan zo de rest van het pand ook nog door. Maar ja, dit is waar je regelmatig verschijnt. Dat klopt toch, hè? Ja, hij komt hier regelmatig. Ja. En wat zijn dan dingen die typisch voor Huub zijn? Pasje vergeten. Pasje vergeten? Ja. Dat komt regelmatig voor? Dat komt wel eens voor. En dan? En dan krijgt hij van ons een pas. Maar dan mag hij wel naar binnen? Dan mag hij wel naar binnen, ja. Maar pasje vergeten is pasje vergeten. Ja. Dan kan hem niet naar huis sturen. Nee? Dus Huub is dusdanig bekend dat hij ook zonder pasje het pand in mag. Ja, zonder begeleiding. Zonder begeleiding zelfs? Ja. Nou, Huub, je bocht weer met zulke collega's. A12, we zijn bij de A12. Kijk, het is Huub, ja, Erik is Erik, dit is een prachtig uitzicht. Het is A12, maar dit ja. is ook toren A, 12e etage. En met uitzicht op de Dom. Het is een beetje mistig. Maar die zien we wel degelijk. Nou Huub, dit is helemaal een vertrouwde omgeving. Ik ben hier nog nooit geweest, maar het verbaast me niks dat het hier bol staat van de Alpe d'Huez, Alpe d'Huez en alle wielerprestaties. Dit zijn twee collega's, die herken je vast. Ja. We waren aangenaam verrast hier te zien vandaag, ja, dat hadden ze niet gedacht. Ja. Maar dit is Huub zijn domein. Dit is Huub zijn domein. Hij is zelf heel bescheiden. Hij zei van, joh, ja, Bert, zijn leidinggevende, die vond dat ik hier moest zitten. Oké. Anders had hij het niet gedaan. Anders hadden we gewoon geweld. Hadden wij hier gezeten en dan had hij bij de hockey gezeten. Ah, oké. Okay. Ja. En uitzicht op de Rabobank. Wat is het verhaal bij de Rabobank? En Huub? Ja, Rabobank is onze belangrijkste klant. En dan komt hij hier? Daar komt hij ook vaak. Is hij nog accountmanager vanaf de OVZ meer? Nou, hij is nu, dat zijn de dingen die iets meer loslaat. Ja. Nu echt de directeur van precies. OSD. Ja. Maar dan komt hij er om... brandjes te blussen, ja, en toch eens koffie bij te drinken. En, maar bijvoorbeeld is met niet zozeer met de medewerkers te praten, maar te praten met de projectleiders en de programmadirecteuren. Ja. Het iets hogere echelon. Precies, overleg op niveau. Juist, ja. Ja. Zoals je hebt gemerkt zit Huub ook niet in de dugout, want hij zegt, ja, dan voel jij je zo klein als ik naast je zit. Aha. En ja, dat is ook wel zo natuurlijk, want hij weet natuurlijk veel meer voetbal dan ik. En, geeft me ook elke dag voor de wedstrijd even een opstelling op een briefje. En dan zegt hij, je mag het wel anders doen hoor, zegt hij dan, maar dan voel ik toch wel dat ik dat beter niet kan doen. Aha. Dus ja. Bas en Alex Pastoor, of niet? Ja. 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 Oh, dat zou kunnen. Ik heb zo'n idee dat als ik even niet oplet, dat ik straks op zijn plekje langs het hek sta en hij straks op de bank. Maar ik wacht het af. Ik hou me voorlopig nog even sterk. Ja. Maar ik mag hem wel hoor. Ja. Hij zeggen, nee, het is een goede gast. Even een laatste juichkreet. Ja, nog even een juichkreet jongens. Wiep, wiep. Ja.